hallo beste kijkers van Gaming NDRF. Leuk dat jullie kijken naar deze video. En ik ben hier weer niet alleen. Ja, we zijn hier met Ryan. Jongen. Van jongens. De Legendary Gaming. Nee. Ik of serieus zeg je het weer verkeerd, Legendary hè? Bros, bedoel ik. Ja. Sorry. En we spelen hier de Mega Walls. Dit is de eerste aflevering van ons kanaal, de Mega Walls. Ik heb ook een paar kleine afleveringen van de kleine walls, de normale. Maar in de Mega Walls is eigenlijk hetzelfde principe, alleen kan jij bouwen in de walls. En ja, dat kan eigenlijk ook in de normale walls, toch? Nee, de Mega Walls is dat het groter is, natuurlijk. Maar het is ook dat je, hoe heet het ook weer? Je hebt een... je hebt een wither en die moet je doodslaan. Daar gaat het om. Met de walls gaat het om iets anders. Ja, dus hier heb je dus eigenlijk net zoals voor de mensen die League of Legends spelen. Je hebt een soort van een base die je moet protecten. En zodra die base kapot is, dan kan je niet meer respawnen. Maar dat is dan niet bij League of Legends. Maar zodra die base kapot is, kunnen wij niet meer respawnen. En die wither die is daarboven. En als die walls in wegvallen, zoals dingetje zei, dan... Dan is er dus één grote chaos in dat hele slagveld. En dat is echt vet om te zien. Ja, ik ben achter je. Oké. Ik wil wel met je bij elkaar blijven. Ik heb hier kom ik. Wet. Oh, mooi zo. Dat ga ik hout hakken vast. Ja, moet wel een beetje samenwerken. Weet je, mijn tactiek is altijd dat je twee setjes maakt. Dan zet je ergens een chest neer waar niemand weet. En dan heb je altijd een setje en dan kun je meteen door. Weet je wat makkelijk, Chris? We kunnen in elkaars furnace als we elkaar even als friend adden. Hoe kan dat? Friend add. Oh. Gewoon accept doen, toch? LB. Kijk, en nu moet jij zo friend accept. En nu kunnen we in elkaars kisten en zo. En wat hier ook anders aan is dat in de grond zit gewoon niet normaal veel iron. Het zit gewoon bijna helemaal vol. Dus je hebt het veel sneller. En in de normale walls duurt het ook 15 minuten voordat de walls vallen. En hier maar. Moet ik ook je naam erbij schrijven? Oh. Nou, laten we even gaan minen. Dan komen we het snel genoeg tegen. Ach, seriously, ik mine ook echt wel precies goed. Annoying piece of fuck. Ja, we zijn nu vrienden. Ja, nice. Oké, nu kunnen we elkaars furnaces en chesten. Inderdaad. Dat is fucking chill dus. Ja. Oké, wat ik altijd doe, als ik het ook wel eens met vrienden speel, dan zorgen we eerst inderdaad voor even een beetje goede shit, armor en sword, wat food, zodat we helemaal op PvP ready zijn. En wat we daarna gaan doen is, we bouwen, of weet je wat? Ga jij heel veel wood minen? Wood. Ik zorg voor jouw armor, ja? Oké, en de iron sword. En dan is het gekant diamond, hè? Ja, of zullen we het even andersom doen? Dan kan ik bouwen en ga jij minen. Ja, ik ga wel minen. Ja, dat is goed. Dat is saai voor jullie, jongens, om naar een minend iemand te kijken. Inderdaad. Kijk, mijn idee is om... Oeh, nice. Een chest. Oh, nice. Die spannen ook gewoon random soms. Ja, klopt. Maar er zit dan altijd een beetje shitty shit in. Nou, soms kan er ook diamonds in zitten. Dat kan. Ja. Maar castles are protected, zoals je net in de chat zag. Er is een gebied om dit kasteel hier wat geprotect is. Dus wat ik dadelijk ga doen, als ik al deze wood zeg maar heb gemined. Dan ga ik mijn crafting bench en dan gaan we nog meer wood minen. En dan maken we hier zo'n dikke muur omheen en gaan we al de poorten dichtmaken. Zodat ze heel moeilijk erin kunnen. Ja. En dan zorgen, gaan wij verdedigen, dat is leuker dan aanvallen vind ik zelf. Ja, vind je? Ik ga altijd gewoon altijd je YOLO erin. Ja, kan je doen, maar... Ja, is niet altijd handig, maar... Dus het is gewoon een tactiek eigenlijk. Ja. Niet echt een tactiek, vind ik. Ja, altijd als je verdedigt, dan win je een TNT! Nice. Ik had eerst in zo'n map... ik weet niet of je die map wel eens hebt gespeeld met dat zand. Met altijd zand shit. Ja, Egypte. Egypte. Ja, daar had ik drie kisten en alle drie zaten drie TNT. En toen had ik nog TNT uit een normale kist in de map. Toen had ik, fuck, wat TNT heb ik onze eigen poort helemaal opgeblazen. Zodat er een vet diep gat in was. Ja. Dat was wel lach. En nu kun je niet heel diep meer in de grond. En ik heb al genoeg, want ik heb net een iron blok gevonden. Ik heb nu, 34 iron al. Oh, nice. Je moet ook kool meenemen, anders kun je het niet smelten. Maar voor mij kun je ook gewoon met hout smelten. Ja. Ben ik mijn stekje, hoe het een keer, iron, ga ik gewoon stoppen met iron hakken. Oké, ik heb 4 stacks oak wood. Dan beginnen we daar eventjes met, ik maak ook wel even food voor jou mee. Ja, dat is wel handig. 1, 2, 3. Welke class heb jij? Wat? Welke class heb jij gekozen? Ik heb zombie of creeper, meestal kies ik uit een van die twee. Ik neem altijd skeleton, heb je al meteen, begin meteen met een bow, vind ik handig. Oh ja, maar ik ben nooit zo goed met bogen, dus... Log.
Ik heb genoeg bijna. Sinds wanneer kunnen we hier weer bouwen? Zo. Je moet uitkijken dat anderen niet stelen, volgens mij. Nee, klopt. Nou ja, nee, ze kunnen niet in jouw kisten. Nee? Nee. Ja, wel in je chest, want dat vind ik altijd zo hinderlijk. Dan ben je zo aan het minen. En dan zit je ergens in de grond en dan gaan ze al je iron stelen. Ja. Dat was gehad? Ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Het is zo hinderlijk. Dan ben ik altijd boos op ze en ik heb mijn para. Nou, hier hebben we alvast één muur. Maak hem nog even eentje hoger. En ik heb één stack iron. Zo. Ik ga omhoog proberen te klimmen. En ik heb 10 iron coal, want je voor mij kun je één stack precies koken met 8 coal, dus dat komt helemaal precies goed. Dus ik 16 coal heb, is dat goed. 15. Was niet 16. Oké, okay, chill. Deze guy is hier ook aan het bouwen. Dan bouw ik alvast de ingangen dicht. Dus... Hoe kent hij je? Nee. Of niet? Oh, jammer. Is hij ook Nederlands dan? Nee. Oh. Oké. Zo. Bloep. Wat wil ik nou vertellen? Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ik wou iets zeggen. Ik weet het niet meer. Ik zat zo alweer. Als ik het weet. Okay. Dan ben ik altijd, dan ben ik iets aan het vertellen. En dan raak ik in één keer ziek iets heel cools. Dus ik zit iets op te nemen bijvoorbeeld. En dan ben ik met heksen of ik wat aan het spelen. En dan zit ik daar zo. En dan ben ik iets aan het vertellen. En dan zie ik bijvoorbeeld in één keer een coole skeleton of zo. En dan is mijn hele verhaal kwijt. En dan kan ik opnieuw beginnen. Ja, dat is irritant dan, hè? Ja, dat is echt wel hinderlijk. Nou ja. Gewoon YouTube-irritaties. Gewoon het hele gesprek zal kwijtraken. Oké, okay, waar ben je? Ik ben boven. Ik met een stack iron. Nee, zelfs meer dan een stack. Oké, okay, ik moet even smelten. Ik heb wel... gewoon... kobbelstam bij me. Waar ben je dan? Ik ben een beetje bij een soort van toren. Oh, ik zie hem. Oké. Okay. Heb je dan een cobblestone of zoiets? Van wat ik bedoel, een... Ik raak weer mijn andere woorden kwijt. Een furnace. Nee, nog niet. Maar jij hebt alle cobblestones. Ik maak het wel. Oh, ik heb mijn tong verbrand tijdens het eten. Dat is fucking irritant. Ik kreeg zo'n hele droge tong zo. Ja. Ga ik vast de iron smelten en zo? Ja, is goed. Dan zie ik je zo weer daar. Iedereen heeft al helemaal voorbereid. Al die shit al. 3 minuten heb je om armor te maken. Oh, nice. Deze guy is alles aan het planten. Ze kunnen niet in mijn furnace kijken. Nee. Dat is nice. Moet je dadelijk ook even alle cobblestone geven. Mm-hmm. Zo, en dan verdeel ik het in 3 stukjes. De coal, ore, zo, en dan bloep. Bloep. Juist, ik heb mezelf zojuist ingebouwd. Bloep. Dat is mooi. En weer 3. Zo. Vertel ons even, je hebt een nieuwe computer gekregen, hè? Ja, maar dat heb ik al verteld in de video ervoor. Ja, maar die ging dan... Ja, nee, dat was die gefaalde, maar daarna kan er nog eentje gemaakt. Oh. Van een servertour. Of ja, een andere. Nee, van de Walls. Nee, van Skywars, dat was hem. Skywars, dat is toch op de Project Minecraft server, of niet? Nee, ik had maar Biolo Minecraft gedaan. Oh. Oké, 20 logs erbij en kunnen we nog verder gaan bouwen. Ik heb al bijna genoeg iron. Ik heb al lang genoeg iron voor een setje, maar... Ik heb al 15 iron. 20. Even kijken, heb ik een chest? Of nee, een... ja, crafting table. Zo. Ik maak altijd eerst schoenen, vind ik het handigst. Dan chestplate. Ik maak ook voor jou. Ik maak eerst voor jou, dan voor mij, ja? Ja, prima. We was vallen bijna, we hebben nog 1 minuut. Moet je even naar me toe komen, dan kan ik voor je... Goed. Oh, wat goed, wat doe ik nou? Ik schiet een arrow op ongeluk. Weet je wat ik zo innerlijk vind aan dit spel soms? Dat stel jij bouwt iets, bijvoorbeeld ik ben nu die muur aan het bouwen... en dan gaan er van die noobs, die gaan door je muur heen graven. Terwijl ik een fucking mooie trap heb gemaakt omhoog... en dan gaan ze er alsnog doorheen graven. Echt, hè? Ik heb een hele iron voor je, iron sword. Oh, is goed.
En iron armor? Ja, ik heb wel full iron armor voor je. Chill. Hier, kom je naar me toe dan? Ja, is goed. 2 seconden, even dit snel nog dichtmaken. I'm addicted to you. Kutliedjes allemaal. Dat zijn van die hinderlijke liedjes die altijd in je hoofd blijven. Ja. Net zoals... Black Horse. Nee, van die Cup Song, weet je wel. Oh ja, dat is ook zo hinderlijk. Waar ben jij? Ben jij bij die grote boom? Ja, ik ben... ja, redelijk. Ik ben bij... Ik ben bij die beginboom waar wij waren. Ja, je kan me... Ik zie je vanaf hier. Ik ben vlak bij je trap. Oké. Okay. Ik zit nu te springen. Wacht, ik giet wel een arrow naar je toe. Wel, ik haal jou op. Ja, echt. Hier. Achter je. Ik zie je niet. Hier. Waar is hier? Achter je, hier. Hier. Hallo. Ik zie echt niet. Nou, dus ben je echt blind? Ja, daar, ja. Waar heb je het armor? Die heb ik in mijn inventory, maar dan moet je even meekomen naar de furnace en verdelen het daar, want dat is een beetje afgesloten. Stop het gewoon in de furnace, een furnace van jou. Hé, hey, hier is ook nog, ik heb 5 iron uit de furnace gejat. Oeh, ik heb net van jou iemand afgepakt. Hé, hey, de wals zijn gedonderd al, hè? Serieus? Oh, ja. Dat wist ik niet eens. Lol. Wow, er wordt hier gewoon iemand gekild. En ik pak al shit. Waar ben je? Nou, je raakt me zo ook nog wel kwijt, hè? Ja, hier. Hier, achter je. Ja, ik gooi het nu op de grond. En dan hier is deze, en dan deze. Oh, ik heb al een helmpje. Nice. Oké, dan ga ik nu voor mezelf verder. Oké. Okay. Even zo. En dan zet ik hier even zo'n... Kunnen ze ook in chest kijken, of niet? Nee. Oké, okay, mooi. Zo, dan zet ik een chest neer, en dan zet ik een beetje iron erbij, en dan kunnen we dat uitpakken als we doodgaan. Wat? Dat zijn mijn leggings. Je hebt me 2 boots gegeven. Hè? Oh, maar dan maak ik... Nee, waar de fuck? Nou ja, ik maak wel even... Leggings. Zo. Ik had wel leggings voor jou gemaakt, hoor. Oh, raar. Volgens mij. Nou, ah, ik heb... Kan dat voor je maken? Ik heb leggings. Ja. Oh, kut. Hier opgeblazen. Ruben de reparerer. Fuck. Die was ook Gamma, de bezorgingsdienst of zo, toch? Ja, iemand die had opeens die groep in mijn server gemaakt, dus ik maal nu altijd me zo naar die groep. Gamma bezorgingsdienst. Oké. Okay. Lol. Oh ja. Zwijg. Dat is wel slim, die enemy die gebruikt die. Weet je wat je moet doen? Heb jij... Oh, nice. Ik kan gewoon mijn... Ik kan mijn steek... oh nee, jammer. Ik kon bijna mijn steek duplicaten. Die ik in inventory heb. Ik heb zojuist... Waar ging opeens mijn woed heen? Ja, een beetje lek. Opeens dat, weg. Dat, het is ook nog maar beta, hè, van de walls. Echt? Ja. Oh. Ja, maar ik zweer opeens, ik had fucking moeten ze nog fixen. Opeens weg. Zo. Ah, wat ik dit doe. Oh, daar is het opeens weer. Ik nou, kan, oh ja, er komt een rode aan. Kom, kijk uit. Waar? Achter je. Mitchie Boy of zo. Mitchie Gaming. Lol. Nee, ik heb hem geraakt. Oh, kut. Hij mij ook. Nog een keer. Oh, ze komen hier. Pas op. Ja, ik zou ook... Ze komen via hierboven. Ja, ik ben achter je. Oh, daar. Nice. Oh, wacht. Ik kan hem bowen. Ik schiet hem er vanaf. Yes, nice. Ja, ik heb er een vanaf. Nice. Ik blijf die muur even een beetje verdedigen. Of weer. Onze weer. Oh, nice. Ik ben zo goed hierin. Ik ben niet zo goed. Hey, ik heb 88 experience. Lol. Ja, weet ik. Dan kan je special ability op een gegeven moment. Echt? Ja. Dat wist ik niet eens. Ik vind de mega walls veel leuker dan normale walls. Ik ook. Er is veel meer actie erin, zeg maar. Dus wow, ja, mijn FPS daalt. Het is net een echte oorlog, als je snel wat bedoelt. Ik sluit eventjes wat dingetjes af. Oh ja, Zwek. Ik lag hem ook als tering. Uit het niets. Gewoon echt zo'n dikke lag spike, hè. Dat is hinderlijk. Ja. Gewoon uit het niets. Is dat nou een rooi of hoort hij bij ons, die er links? Nee, die hoort niet bij ons. Oh. Oeh. Oh, hierboven ook. Oh, ik ga. Ik denk hier. Dat ik even weg ga. Een trappetje. Skeleton steak eet ik even op. Dat valt best wel hard eigenlijk, maar nooit. Oh, ik heb er eentje dood, volgens mij. Oh nee. What the fuck, man. Oh, de slaam dood. Ik kan doen. Ja, ik kan dood. Hij is dood. Nice. Ja, yeah, Zwek. Ik lijk hem als een tering. Zwek, elke dag. It's dead. Yes, ik deed mijn creeper explosie. Zag je het? Nee. Ik ontplofte ineen. Fuck, is ziek. Hey, what the fuck? Raw fish. Wow, mijn texture pack is me helemaal gebukt, denk ik. Mijn visje is opeens krom.
Ik had voor mij ook nog mijn texture pack gematcht met DokuCraft. Ja, DokuCraft is zo swag, vind ik. Ja, maar ik vind sommige blokken niet zo mooi. Nee, de cobblestone vind ik, voor mij vond ik cobblestone niet zo heel mooi. Nee. Of was dat juist het mooiste? Ik weet het niet. Nou ja, ze zijn er iets te simpel voor zo'n mooie texture pack, vind ik. Ja, ik vind DokuCraft het mooist met shaders. Oh. Even kijken, even een kist maken en dan prop ik daar vooral die shizzle in. OP Ryan. OP Ryan. Ik vind dat ze mij een god moeten maken. God van de Ryans. Oh, er komt een rode aan. Ik ga straks zeggen, er komt een zwarte aan. Lal. Waar? Oh, dat is best wel dom. Ik heb geen pickaxe gemaakt. Oh, dan kun je maar twee rode hier zo. Dikke gingers. Hé, hey, wie heeft ons iron gepakt? Kom helpen. Waar ben je? Ik zie je niet eens. Oh, daar ben je. Voor mij ben jij dat. Nee, dat ben jij niet. Ja, dat ben je wel. Ik help je. Yes, oh! Nee! Oh, ben je dood? Donder ik op de grond. Oh, ik pak je spullen op, ja? Oké, nice. Ik kom naar je toe. Ik heb je spullen. Oh. Run. Ren voor je leven, Ryan. Ren als de wind. Hier, kom. Ik sta achter je sta ik. Ja, ik word achtervolgd door iets. Oké, hier. Yo, thanks. Hey, ik view echt zo heel droog. Ik gooi me wat naar je toe, want ik weet niet wat je allemaal nog nodig hebt. Iron sword. Ik hoor iets knallen. Zo, ja, het arrows. Oh, ja, nice. Voor mij heb je nu alles, hè? Heb je eten nodig? Of heb je dat al? Nee, heb ik al. Dat heb je net. Een paar broodjes, toch? Ja. Oké. Ik ben echt dik en redder. Ik heb al fucking veel mensen vermoord. Hey, ik heb daar, waar ik net dood viel. Hey, je zit gewoon een rode, what the fuck? Waar? Zit je gewoon te chillen hier zo? Die rode. Ah, dead. Mooi zo. Hier, kijk. Kom eens naar mij toe. Die rode. Check. Hier. Oh, wacht. Kijk uit. Zo'n dude. Nice. Komt er nog één aan. Oké, ik ga rennen. Ik ook. Ja, er komt net zo'n kut melding van mijn PC, waardoor ik mijn held niet zag. En het blokje dus ook niet. Ben je nu dood? Nee, maar... Hoe gelukkig. Dan ben je echt fucked, houden. Oh. Zo'n dude. Ik zie hem. Hij rent naar onze weer toe. Naar onze weer toe. Oh, wie heeft dat gat nou weer daar gemaakt? Hij is tering snel. Oh my god. Oké, ik ga nu dat gat ga ik blokkeren met allemaal TNT. Ja, goed, nice. Ik ga het opblazen. Ren! Waar is die? Oh, hier zijn we te kutten. Kijk, ik heb hier zo'n gat gemaakt dat het fucking moeilijk is om hier heen te komen. Ja, nice. Vanuit is die echt heel moeilijk. Het is makkelijk geworden, maar dat boeit niet. Wow, ik glitch hem. Oké. Nice. Wow, hij heeft zo'n diamond sword. Oh, die wil ik hebben. Oké, ik glitch niet meer. Nice. Jawel, what the heck? Ik ben helemaal aan het buggen. Hé, hey, ik heb zo'n iron sword niet. Of zo'n diamond sword. Ik had bijna een diamond sword. Een dikke knop. Maar diamond sword, die dropt die niet. Dat is iets heel raars. Ik weet ook niet waarom het komt, maar... Er zijn echt noobs die maken dikke gaten in die... Shiz. Oh. En je withers under attack. Wat is dit nou weer dan? Wat is dit? Welke noob protect het nou weer niet? Er stonden net nog 10.000 guys bij. Ik wil gewoon even rustig je TNT pakken. Ze staan met z'n vieren. Och, K-Fax. Dit is echt epic. Epicness. Nee, ik wil niet dood. Nee. Oh, gelukkig, ik ben net niet dood. Oh, nice, ik heb mijn axe. Ik ga eventjes die even woodminen. Nice, man. Oké, ik zie daar een dude. Ik ga hem helpen. Met mijn bow. Ik kom er zo ook aan. Ik ga even wat... hout sprokkelen, dan kunnen we even die bullshit daar dicht maken, want ze komen de hele tijd via de gat. Weet ik echt dom vind als je dit gaat kopen, zo'n Enderman dude. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Dat vind ik echt dom. Heb je dat gekocht? Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Ja, oké, mooi zo. Maar ik vind het sowieso, ik snap het wel dat mensen het zo verkopen op servers, net zoals op jouw server, maar ik zal het nooit kopen. Nee, ik ook niet. Ik heb het wel een paar keer gedaan eigenlijk, maar dan voor MCMMO credits op PvP servers.
Ja, oké, okay, dat is anders, maar... Ik bedoel, van echt van die, zoals je dat je bij jou op je server Diamond mag dragen of zo, dat vind ik, dat nee. Dan draag ik liever Iron dan, terwijl je ook gewoon iets kan winnen als je goed je best doet. Mm-hmm. Ja, toch? Net zoals Vince. Maar het gaat lekker weer, net zoals de... Nou, we hebben het niet op eens één keer gedaan, maar voor mij gaat dit lekkerder zijn, net zoals de vorige keer. Oh, daar is er zo'n rode. Zo'n rode! Groen is echt OP, vind ik. Ja, groen heeft wel een nice base. Goeie okay, dit ga, deze PvP battle ga ik winnen. Mm, als ik dit niet win, dan ga ik mezelf... Hey, mijn kist! Ja. Oh, mijn kist zit nog gewoon hier helemaal shizzen. Het is gewoon hier helemaal opgeblazen. Okay, holy shit, hé. Oké, ik moet mezelf even gaan defenden, want ik heb nog 3 hartjes. Nog 1 slag en ben ik dood. Ik heb diamond nodig. Diamonds. I want diamonds. I want diamonds. Chester. Oh, dit is echt nice. Ze hebben gewoon hier een fucking chest neergezet. Voor mensen die iets nodig hebben, zoals stuff. Hmm. Dit vind ik een goede samenwerking, jongens. Dikke shout-out aan jullie. Oeh, TNT voor mij. Neem ik die redstone torches ook even mee. Ik ben even die shit hier allemaal aan het dichten. Want dus iemand heeft hier helemaal opgeblazen. Inclusief waar? Mijn kist. Nou ja, maar die kist kan je niet opblazen met TNT. Dat is wel nice. Oh, hij hoort bij mij. Gelukkig. Oké, waar ben je? Oh, dat heb ik gedaan. Echt? Voor mij wel. Ben jij dat? Ja, dat ben ik. Ik heb dat gedaan. Waarom heb je dit opgeblazen? Dat was juist niet slim. Nu konden ze gewoon naar binnen lopen. Ja, ik dacht, ik maak een dik gat. Maar ik vond het juist wel handig. Want ik stond hier heten te wachten. En dan kon ik ze het opwachten. En dan kon ik ze doodslaan. Hoeveel hartjes heb ik? Kijk eens, boven je. Hier, andere kant. 20, volley. Oh, oké. Wacht even, kijk, heel veel mijn dynamap. Die heb ik ingesteld, dus dat is best wel nice. Waar moeten we heen? We zitten vlakbij zo'n andere. Ik denk dat we zo even bij... Ik weet niet welk kingdom dat is. Of de kingdom. Welk ding, dat is blauw. Dat is red. We moeten even yellow. Dit dichtmaken. Yellow is 68. Ja, ik heb... Oh nee, ik heb geen boekjes bij me. Nou, dit is toch goed zo, of niet? Nee, jongen. Nu kunnen ze er gewoon in één keer inspringen. Het moet echt gewoon helemaal dicht worden. Oh, kut. Ik viel erin. Ik leg me Your wither has died. What the fuck? Ik kreeg helemaal geen mail. Wacht, weet je wat? Ik nu pas op dat ik mijn sound helemaal niet aan heb. Zo. Oh joh, onze wither is nog lang niet dood. Onze wither is... Oh, wij zijn natuurlijk geen yellow. Nee, joh. We hebben nog maar... rood moeten we even aanvallen. Moet even rood aanvallen. Die heeft het meeste. Nee, maar we moeten even gewoon verdedigen, man. Verdedigen schiet je veel meer op. Denk je? Ja. Want nu, iedereen zijn widder gaat tegelijk dood, hè. Kijk, al doen wij niks. Je widder krijgt zeg maar per seconde steeds een tikje damage. Maar dat is echt heel weinig. Maar op een gegeven moment kom je dat te merken. En dat is bij rood ook zo. Rood zijn widder gaat ook steeds naar beneden. Hier zie je, nu is die 232. Moet je maar even opletten. En nu 229. Oh ja. Dat is best wel kut. Dat is gewoon voor anti-camp. Dat mensen niet met z'n allen kunnen campen bij de widder, snap je? Ja. Dat je gewoon uiteindelijk gaat iedereen gewoon dood. Ja. Hier, wacht, ik heb nog een paar blokjes. Ik maak even een trappetje omhoog hier, dan kan iedereen. Dude, stop! Die Mogol is echt een downie. Die Mogol is echt een downie. Oké. Laat het. Ik heb een hele eigen woordenschat, een taalschat. Oh ja, ik lek hem om gasblokje. Nou, nu in één keer weer niet. Echt wat. Vriend van mij die lekt hem om fences. Hoe daar we het hebben? Het zou zomaar een glitch zijn altijd. Oké, okay, hey, wij staan bovenaan, hè? Kijk eens. Green oh, Wither, nice. 302 held. Oh, dat was echt, zat zo net vlak voor mijn neus, dat is een hele nice kill. Oké, ik ga even YOLO erin. Oh ja, ik zit midden in een battle en dan heb ik geen lag. Oh, hij heeft een diamond sword. Ik wil die sword. Hij heeft al mijn 8 hartjes. Maar dat dropt hij niet, omdat hij dat in zijn klas heeft. Dus nee, dat is echt downy. Godverdomme, mogolen kinderen. Kut Hypixel. Hij moet het gaan fixen. Wist je dat de owner van Hypixel Chunker Games is? Die van die met dus David altijd filmt en zo? Nee, helemaal niet. Ja, echt. De owner, helemaal niet. Ja... Dat geloof ik niet. Wat dan niet? De owner! Dat ja, is fucking in Nederlander, Chunker Games. Chunker Games is Nederlands. Ja, hij is Nederlands, maar hij heeft gewoon een Engelse server gemaakt. Kijk,
Kijk maar, in een van zijn video's, ik keek hem zo en hij zegt zo, ja, Chunker Games, D&D, a.k.a. de owner van The Kingdom, a.k.a. Owner van Hypixel. Of admin of owner, maar hoger rang in ieder geval. The Red Wither has died. Nice. Oh, dat is wel nice. Hey, maar onze Wither is nu gewoon nog full, gewoon helemaal heel. Dus we kunnen nu gewoon wel in de tag gaan. Jongens. Kom, naar de toren. Jongens, like even die shit, want we zijn dik aan het winnen. Dus, like voor een epic PvP battle die nu zal gaan beginnen. Weet je wat? Hey, weet je wat eigenlijk al vet is? Oh ik nee, heb, ik ga dood. Dat is niet heel vet, ik ga dood. Ik zie het. Ik zie het, ik kom je redden. Ik ga dood. Oh my god. Hey, niemand, iedereen die je nu killt, respawnt niet meer. Weet ik. Dat weet ik. Wow, oh ja. Lek. Godverdomme. Trek. Ja, Chunker, regel het. Je hoort het. Maar jongens, ik wil sowieso 10 likes zien op deze video. Anders ga ik het niet meer maken. Ja, bij 10 likes sowieso volgende video. En dan, maar ja, het is nog niet het einde. We moeten natuurlijk wel winnen eerst. Ja. Het gaat lekker, jongens. Komt er gewoon door jullie. Als jullie dit kijken, komt door jullie dat wij winnen nu. Ja, sowieso. Hé, hey, niet te dicht bij dat camp. Pas op, achter je. Achter je. Oh, kom terug naar base. Ik ga dood. Oh nee, ik heb nog maar 20 plus 3 hartjes. Hoeveel hartjes heb jij, denk ik? Oh, ik ga je helpen. Dude, ga dood, alsjeblieft. Oh, ik wil die dude met die diamond sword. Hij heeft 0 hartjes. Wah. Ja, we hebben hem. Kom terug, nu snel terug naar base. Oh, ja, ik kom eraan. Oh. I will run. Wow, zo'n dude had diamond armor, hè? What the fuck? Ajax moet gewoon winnen. Sorry dat ik niet moet zeggen. Lol. Ik ga die dude gewoon helpen. Fuck YOLO. YOLO. YOLO waterpolo. Ik krijg zo'n kut uitspraak, hè? Oké. Okay. Oh, ik ben hier safe. Ik moet even regenen. Ik gebruikte net mijn creeper ding en dat liet die guy fucking erg. Hoe gebruik je je special effect? Rechte muisklik. Hier, your detonate skill is ready. Right click with any sword to activate your skill. Ik kan dat niet. En als ik dat doe, dan gaat er iets aan, een soort van creeper. En na 5 seconden explodeer ik. En dan doe ik echt 5 hartjes damage ofzo. Sick nice. Ik weet echt niet hoe dat moet, hoor. Hey, kijk dan. Wat? Rechte muisklik? Blauw kilt allemaal mensen ofzo. Oh, wij zijn nog de enige met een Wither. Ja, daarom. Oh, onze Wither health is nog maar 11. 8. Oh nee, die gaat dadelijk dood. Nee, hij blijft camp, hij blijft spawnen bij 1. Dus we moeten zorgen dat we niet... Kijk, of iemand is hem nu dik aan het attacken. Ik weet het niet. Nee, hij blijft 1 nu. We moeten nou echt zorgen dat niemand naar ons... Ik ben zo'n goede PvP, Rick, hè. Ik zweer, ik ben goed. En dat heb ik geen eigen dunk, ik ben gewoon goed. Gewoon hakken. Ik blijf gewoon een beetje die Wither hier protecten, ja. Oh, lol. Huh. Hey. Oh, dat is zeker zo'n dude die iets gekocht heeft. Mogol. Oh, hij heet Ryan. Dat vind ik wel goed. Ik ga dood. Ik heb nog maar 1 rij met hartjes. Oké, volgt hij me nog? Nee. Waar ben je? Ben je in slaap? Oh, shit. Drie mensjes. Ik ga terug de base in. Toedaloo. Oké, dat was best oké. Beetje gay is oké, joh, jongens. Kinda gay. Ah, the Green Wither has died. 10 seconds still dead match. Oh, kut. Oh! Ben je dood? Zo nice kill voor mij, hè? Holy shit. Hey, bij dead match moet je in het... Hier, ik sta boven hier. Of ergens. Hier, nu krijg je steeds hunger. Omdat je binnen het bedrock moet blijven of ergens. Oh, nee, ik wil niet dood. Muis, nee. Nee, mijn muis weg, oké. Okay. Oh nee, toch niet. Muis glitchen. Ook weer hem. Dat is zo hinderlijk, hè. Zit je midden in het potje, dan gaat je muis in één keer glitchen. Oh, ik moet niet 10 tegen. Nee, ik ben dood. Ben je dood? Ja. Dat is kut, ouwe. Zeker. Kun je mij laten zien? Nee, dat is irritant dat je elkaar niet kan spectaten. Kan dat niet? Nee. Zou er gewoon moeten doen dat je zeg maar als een geest erboven kan vliegen. Ik zit nou in zo'n hokje. Holy shit. Oké, de rood is aan het winnen. Holy shit. Hey, nee, wij hebben 9 players, hè? Oh, nee, ik ben ook dood.
Nee, ik Wacht, ben ook wacht. dood. We gaan naar de players kijken. 8. Er staan nu 8 voor ons. 3 players, 2. Rood was dik OP met die met z'n drieën. Ze hadden enchanted shit en zo. Ja, ze waren, er kwamen echt in één keer met 20 man op me af en toen werd ik doodgeslagen door die kutrooien. Die rooien. Mat made by Mitrintia. Oké, wie gaat er winnen? Ik weet het niet. Jongens, we gaan toch niet winnen, dus maar like die shit nog steeds, jongens. Gewoon omdat het kan. Mensen, ik stop even met filmen. Ik zet hem weer aan zodra het spannend wordt. Ja. En het spannende moment is daar gekomen. 6 ja. players voor ons. 1 voor geel en 1 voor rood, zoals jullie zien, rechts. En 13 voor blauw. Dus wij gaan winnen. Nou ja, eigenlijk gaan we indirect winnen, want we gaan niet. We zitten niet meer in de game. Ja. Hoi. Maar we winnen altijd al gewoon sowieso, dus man. Ja. Oh, we hebben nog maar 5 spelers. Oh, oh, eentje van rood is dood. Oh, het is nu groen tegen geel. Oh, ja. Nee, één van groen is dood gegaan. Als ik er nog in had gezeten, jongens, had ik meteen gewonnen. Ja, maar dat zit je helemaal niet. Ik kan gewoon spectaten. Oeh. Spectator, zegt iemand. Spectate. Vind ik raar. 3. Oh, 2. Eentje van geel nog maar. Nee, jongens, jullie rennen het wel. Man. Go, 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 go. Hup, green. Ja, nee, ja, we hebben gewonnen. Nog één. Ja, nice. We hebben gewonnen. Nee, nog lang niet. Blauw is er nog. Oh, blauw. Die heeft 13. Oh, ik zag blauw helemaal niet, joh. Oh, nou, dat hebben we dan nooit meer gewonnen. Nee, ik wist niet dat blauw er was. Oh. Ja, als die ene dude, hun allemaal killt. Wow. Nee, we zijn sowieso dood. Zwaar respect voor hem. Nou mensen, dit winnen we niet meer. Winnen we toch, dan zie je het in de beschrijving. Vind je deze video nou leuk en genoot je ervan? En wil je misschien ook op deze server gaan spelen? Samen met ons. Samen met ons. In de volgende video. Like dan even deze video. Zet een leuke reactie in de comments dat je mee wilt doen. En dat je hebt geliked. Geliked. En ja, misschien kan je dat wel volgende keer meedoen. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ja. En dan check ik jullie uit. En vergeet niet te abonneren. Oh ja, vergeet ook niet te abonneren op het kanaal in de beschrijving. Tarzan. Nee, The Legendary Bros. Inderdaad. En abonneer er ook even op. En dan zie ik jullie in de volgende video. Later. Ciao.